Welkom bij de SM Voetbalquiz. In de aankomende weken gaan wij op zoek naar de grootste voetbalexpert van Nederland. Er kan er maar één de winnaar zijn. En de winner takes it all. Stoelriemen vast, we gaan beginnen. Dit is de SM Voetbalquiz. Dimitri, jij komt helemaal uit Goes. Dat klopt. Dan moet je wel een diehard fan zijn. Tuurlijk, heb ik ervoor over. Ook in zware tijden. Ook in zware tijden, want die zijn er dit jaar helaas wel, hè? Helaas, ja. En naast jou zit Carlo. Ja. Volendam is jouw club. Ja, sinds 1983 ongeveer. En ik heb meegedaan met het Nederlandse kampioenschap voetbalquiz. Ben je ver gekomen? Halve finale, maar er waren 40 koppels deden in de halve finale. Dus toen waren wij bij de 20ste, denk ik. Maak je borst maar nat. Wordt een zware dobber. Ja. Ja, nou, het is net wat je vraagt natuurlijk. Valt Volendam ook een keer in de prijs, hè? Oh, de toon wordt gezet hier. Wow. En jullie gaan het opnemen tegen onze derde kandidaat, dat is Tim. En Tim is voor Feyenoord. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. In hart en... Vanaf de... Ja, met de paplepel ingegoten door mijn opa en mijn vader. En sinds 2005 een seizoenskaart, dus dat is nu al 19 jaar, zoiets. Zijn jullie klaar voor, mannen? Zeker. Ja hoor. Diepe zucht. Ja, concentratie. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Vraag 1. Momenteel is Giménez topscoorder bij Feyenoord. Maar wie kan drie oude clubtopscoorders in de Kuip noemen? Kuit. Ja. Pierre van Hooijdonk. Ja. Julio Ricardo Cruz. Dat is goed! Ah. Je hebt een punt! Er valt er last van me af met de Feyenoord-vraag. Vraag 2. En ik kijk eventjes Carlo aan bij deze vraag. FC Volendam voetbalt al sinds jaar en dag in het Krasstadion. Maar hoeveel toeschouwers passen daarin? Precies. 6750. 6750. Dat is niet correct. Jullie krijgen nog een kans. 8000. 7300. Het gaat om wie dichtstbij zit en het was 6800. Dus jij was heel dichtbij. Nee, dat was niet slecht. Deze twee mannen hebben een punt. Dimitri, jij moet even aan de bak. Ja. Vraag 3. Bergwijn brak door in de Eredivisie bij PSV, maar werd opgeleid door een andere club. Door welke? Zeeburgia. Ajax? Ja. Wat stom. Drie maal scheefrecht. Hm. Het was allemaal een beetje twijfelachtig, of niet? Ik zat aan een jeugdclub te denken. Een jeugdclub? Uit de buurt van Amsterdam. Ajax heeft ook jeugd. Ja, ja. Ja. Amateurjeugd, dacht ik. Maar... Ja. Gaat er ergens een belletje rinkelen bij jou? Ja, nu iets echt wel, ja. Of hij, in ieder geval. Ja. En vind jij hem eigenlijk een goede aanvoerder? Ja, ik heb nog een beetje mijn twijfels. Ik heb het idee dat hij met die aanvoerders wel een boost krijgt. Om een te boost. Spelen, zeg maar. Niet een ik kom last. Ik kwam daarvoor iets minder. Ik heb het idee dat hij daar wel een soort van boost krijgt om zijn best te doen. Oké, dus het kan ook wel overwogen zijn dat ze hem die band hebben gegeven. Ja, ik vind hem geen echte aanvoerder. Nee, daar kan ik wel iemand anders voor aanwijzen nu natuurlijk. Maar ik denk dat, ja, ik vind dat een reden voor mij. Maar je zegt, ik kan nu iemand anders aanwijzen. Zou je nu iemand anders de band al meteen geven? Zeker, ja. Ik gok dat je het over Henderson hebt. Ja, eigenlijk is die al een soort... Eigenlijk zijn er twee aanvoerders nou in het veld. Dus, maar ik snap wel dat je dat niet bij je eerste beste wedstrijd doet. Of helemaal niet, dat snap ik ook wel. Oké, vraag 4. Het doelpunt van Dennis Bergkamp op het WK 1998 tegen Argentinië is beroemd. Jullie weten het wel, hè? Maar één ronde daarna, in de halve finale, werd Oranje uitgeschakeld. Door welk land? Brazilië. Dat is goed. En jij wist het ook, geloof ik. Zeker, ja. Ja? Het is tijd voor een spelletje en hiermee kun je 2 punten verdienen. We gaan boter, kaas en eieren spelen, maar dan met clubs waar je de juiste voetballers bij moet zetten. We gaan bij Dimitri beginnen. En het is voor 2 punten, hè?
dan zo weer gelijk staan. Ga goed komen. Weet je er eentje? Ja, Ajax-Arsenal, Dennis Bergkamp. Dat is goed. Carlo. Ja, ja, ja. Dan doe ik Arsenal-Engeland. Tony Adams. Dat is goed. Tim. Brazilië-Chelsea, David Luiz. Ook goed. Weet je er nog een? Chelsea, dat is Cole. Goed. Nou ja, Arsenal-Nederland dan maar, hè. Glenn Helder. Ja, Arsenal. Dat is goed. Glenn Helder. Ja, ik moet Dimitri gaan dwarsbomen. Dat hoeft niet. Je moet niet, nee. Maar het is wel slim. Ja, dus dan moet ik voor een Braziliaan bij Liverpool gaan. En dat is Firmino. Dat is goed. Zo, die Tim komt op stoom, hè jongens. Dan blok ik hem ook, Manchester United Brazilië, Antony. Ook goed. Gervinho of zo, Arsenal Brazilië. Ik kijk even naar de jury. Dat is niet goed. Oh. Helaas. Tim, jij kan 3 op een rij maken. Ja, ik zie het, ja. En je voorsprong uitbouwen. Ja. Ja, is wel een lastige, een Braziliaan bij Arsenal. Maar ik geloof dat Magal Haas dat is. Het klopt! Yes! Wauw! Ik ben onder de indruk. Wat jullie? Ik niet. Oké, Volendam, Ajax, jullie weten wat jullie te doen staat. Bril op, bril af. Vraag 6. En ik denk dat jullie deze diep van binnen allemaal weten. Dus handen bij de knop. Feyenoord speelt in de Europa League tegen AS Roma en werd vorig seizoen uitgeschakeld door datzelfde Roma. 1 jaar daarvoor verloren de Rotterdammers de Conference League finale. Tegen welke club? VAR. We hebben contact gehad met de VAR en Tim, jij mag het antwoord geven. Ja, helaas verloren wij van dat kleine kind José Mourinho van AS Roma. Weer AS Roma. Ja. Dat klopt. Zit ons niet mee wat dat betreft met de loting. Dat niet, maar het zit jou wel mee in deze quiz. Ja, gelukkig wel. Kortom, jij kan nog winnen als je alle vragen nu goed hebt. Jij kan bijna winnen. Zeg maar niks meer. Je kan in ieder geval nog 2. Ja, ja, ik ga mijn best doen. Is toch ook mooi? Zeker. Ik ben wel even benieuwd wat jij van Slot vindt dit seizoen. Ik vind het een zegen voor Feyenoord. Ja? Echt. Ik hoop dat hij nog tot in lengte van jaren bij ons blijft. Slot, zou hij nog bij Ajax kunnen passen, denk jij? Ik denk dat hij daar zeker bij had kunnen passen. Alhoewel ik nu wel met John ook wel tevreden ben. Hoe die langs de lijn staat en voor de kamer. Vraag 7. Raad de voetballer. Welke oud-speler hoort bij dit carrièrepad? Volendam, Ajax, Volendam, Feyenoord, SPV. Ken je hem al? Dat is goed. Ja, heel goed. Ik wilde klappen, maar ik weet niet of dat mag. Jij mag klappen hoor, voor je buurman. Ik had hier zelfs nog een hint staan, maar die had je niet nodig. Hadden jullie hem geweten? Nee. Ik had wat langer bedenktijd nodig, denk ik. Ja. En ik had nog als hint, hij is de schoonvader van Matthijs de Ligt. Ja. Dan had ik hem wel geweten. Dan had je hem geweten. Dus, we gaan door met de 8e vraag. Met welke voetballer speelde Wesley Sneijder niet samen? Dus niet. Is dat Arjen Robben? Is dat Marco Materazzi? Diego Milito? DJ Drogba? Of Zinedine Zidane? Wel. Drogba. Dat is niet goed. De tweede die drukte was jij. Dan denk ik dat het Zidane is. Dat is goed. Dat is goed. Knap, knap, ja. Oké, okay, vraag 9. 1 punt. Feyenoord wilde eigenlijk een nieuw stadion bouwen, maar dat plan ging niet door en dus spelen de Rotterdammers nog altijd in de Kuip.
Wanneer opende dat stadion zijn deuren? 1937. Dat is goed. Wauw. Ja. Het is goed, punt voor jou. En dat betekent inderdaad dat je je winst hebt veiliggesteld. Oké, de laatste vraag. Ajax verloor dit seizoen in de beker van de amateurs van Hercules. Mats Grootenbrecht maakte de winnende. Maar wie scoorde de andere twee goals van Hercules? Tim Pietersen. Tim Pieters, dacht ik. Ah. Ja, dat is goed. Ja. Ik kijk even naar de jury, maar we zijn streng. Hij gaf het voorzetje, jij kopte hem in. Het is inderdaad Tim Pieters. Ja. Is Tim is het meteen. Heb je al gekeken die wedstrijd? Ja, maar ik ben het vergeten. Ja. Ik snap dat je dit niet wil onthouden, toch? Nee, die ben ik snel vergeten, die wedstrijd. Tim, jij mag vandaag jezelf de winnaar van de SN voetbalquiz noemen. Dat betekent dat jij zometeen aan het rad mag draaien. En er zitten hele mooie prijzen bij, kan ik je vertellen. Maar we gaan jou ook terugzien in de halve finale. Ja, dat is fantastisch. Ja? Ja, zeker met zulke kennis naast me. Ik had het van tevoren niet verwacht. Oké, nou, het was inderdaad een mooie strijd. Maar ik denk dat je terecht gewonnen hebt. Kom maar naast me staan. Tim, ik neem aan dat jij voor een Roma-sjaal gaat? Nee, absoluut niet. Nee, ik ga voor het mystery shirt. Oké, nou, ga je gang. Daar gaan we. Een oranje sjaal. Hij wordt nu onze kant op gegooid. Alsjeblieft. Dankjewel. En de prijzen worden alleen maar mooier in de volgende rondes. Dus in de halve finale zien we jou weer terug. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer kijken.